Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze nieuwe unboxing review. En vandaag heb ik voor jullie een unboxing review van de Nerf Mega Twin Shock. Dit ding is gigantisch. Dit is echt een mega blaster. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Ik heb hem van Cool Shop. Link staat in de beschrijving naar die site. Daar kon ik hem het goedkoopste vinden. En ja, Cool Shop is een goede site. Het heeft al een tijdje geduurd voordat ik hem binnen had. Ik heb hem maandag besteld en het is vandaag donderdag, dus ja. Maar ja, ik denk dat jullie ook al kunnen zien, deze blaster is gigantisch. Ik ben echt heel erg benieuwd. Laten we even naar de doos kijken. Het is een open facebox, dus je kan de blaster wel beschadigen, helaas. Maar dat blaster ziet er als voor mij natuurlijk. Nerf and Strike Mega Hasbro 10 Mega Darts. Dat is een goed aantal. Twin Shock, en hier zie je een gozer die de blaster schiet. Nerf natuurlijk, 22 meter. Dat zijn geen slechte ranges, maar heeft Nerf ooit wel de ranges bij een blaster kunnen halen? Ik denk de enige blaster die echt de range kan halen, die Nerf zegt, is denk ik van de Rival Series. Voor de rest, blast 2 darts at once. Dit is eigenlijk feitelijk een mega rough cut. Als je de rough cut niet kent, ja, het was een wat kleinere Nerf blaster en het was een shotgun. En daardoor kon je gewoon de helft van de trigger kon je indrukken en dan schoot hij één dart af. En dan kon je nog een keer op de trigger drukken en dan schoot hij een andere dart af. Is wel heel complex, maar jullie zullen het zo meteen hier ook in zien. Voor de rest, onderkant staat Nerf.com, Nerf Mega. En op de achterkant staan allemaal waarschuwingen en beschrijvingjes. En dat natuurlijk 70% 21 tot 22 meter zal schieten. En 21% zal 30% zal 21 meter schieten. En voor de rest nog advertisements voor de Cyclone Shock en de Double Breach. Waarom voor de Cyclone Shock? Doe dan de Road of Fury daar zo. Maar ja, laten we gewoon deze blaast gaan openen. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. Ik weet niet meer voor hoeveel geld ik de Twin Shock heb gekocht. Maar hij was daar wel het goedkoopst. Het was ergens in de 50 volgens mij. En je ziet ze bijna overal voor de 60. Wat prettig veel is. Vind ik. Kijk, ik zie hem hier nu wel. En hij is pittig gigantisch. Nou ja, het is alsnog het blijft duur voor een blaster. Maar ja, joh. Dus, dat moet je maar voor over hebben voor je blaster. Dat is het dingetje. Je moet het ervoor over hebben. In de Nerf-wereld moet je er gewoon voor over hebben om dingen te kopen. Nou, ik hou eerst wel de blaster eruit gewoon. Die is wat makkelijker eruit te halen dan de darts, blijkbaar. Wow. Dat is pittig groot. Hij is ook niet zo heel zwaar. Er zit iets serieus een kartonnetje. Nou, die haal ik er dadelijk wel uit. Misschien staat er wat interessants in. Zo. De doos is leeg. Mes kan weer worden ingevouwen. Wat je in de doos krijgt voor de rest is een beschrijving en een waarschuwing. Maar ik denk dat we de beschrijving niet echt nodig hebben. Aangezien dit een best wel makkelijk te begrijpen blaster is. 10 grote rode mega darts natuurlijk. Als je mega niet kent, dit zijn grotere darts dan een normale lead dart. Dat is vrij simpel. Als je de lead dart kent, deze zijn twee keer zo groot. En voor de rest, dit is de Twin Shock dan. Was die nou al geprimed? Dat denk ik wel zo. Maar er zit hier een kartonnetje in. Ik denk dat je die gewoon eruit moet halen. Ja. Wat staat erop? Even kijken. Waar staat de Nederlandse? Oh, verwijderen. Oké, ja. Dat snap ik ook wel. Goed. Deze blaster is massive. Die is erg massive gewoon. Maar hoe het eruit ziet is gewoon awesome. Ik vind het leuk dat het hier een beetje donkergrijs is en hier gewoon zilver. Dat is wel een leuk detail om erbij te doen. Maar laten we even een beetje kijken naar de blaster.
De voorkant is helemaal oranje. Dit is natuurlijk de barrelkant-achtig ding. En daar kunnen 10 megadarts in. En ik vind het... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... Ze zien er heel erg rond uit. Heel erg glad. En ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... Het ziet er heel netjes uit. Voor de rest Sling Point. Wat altijd wel handig is. Want nou, deze blaas heeft wel wat gewicht. En voor kleinere kinderen kan dit misschien wel... Behoorlijk wat gewicht hebben. En ja, dan kan het wel handig zijn om een sling natuurlijk, om een bandolier om je heen te doen. Voor de rest zit daar een Tactic Grill nog. Voor enigszins wat je maar op wilt doen om deze blaster er cooler uit te laten zien. En voor de achterkant is helemaal rood, behalve dit oranje gedeelte dan. Gigantisch mega staat hier. En hier nog Twin Shark ook. Hier nog Twin Shark. En hier gigantisch mega. En je kan het voelen gelukkig. Het komt er een beetje uitgedrukt. Voor de rest is dit de Prime. En de Prime is gigantisch. Dat kan je nu al zien. Het is net de Centurion. Even kijken. Oh, dat is een smooth Prime. Dat klinkt niet hard. Hoor dit. Het klinkt echt niet hard. Oké, laat ik nu even de rough cut stellen. Ja, nice. Dat wel. Foregrip is comfortabel. Ik had hem net ietsjes groter gewild eigenlijk. Maar niks klaar. Heeft hij misschien... Volgens mij heeft hij Slamfire. Ja. hele smooth Prime. Shit. Dit is echt wel een van de meest... Dit is echt, het voelt goed. Voor de rest nog een achtertactic grill voor enige dingen wat je de blaster cooler uit wil laten zien. Nog Nerf. En dan heb je de normale grip. En de normale grip is comfortabel en groot, gigantisch. Trigger is comfortabel. Hele fijne blaster. Ik weet niet, dit voelt echt heel fijn. Dit is echt heel erg smooth. geen stak. Ik weet niet wat het is met Nerf, met de Mega Series, maar de enige blaster van de Mega Series die ooit een stak heeft gehad, is de Centurion. En niet veel mensen gebruiken de Centurion meer. Maar ja, voor de rest hier nog een Sling Point. Als je niet weet wat de Centurion is, zoek hem op, Nerf Mega Centurion. En het is feitelijk de eerste Nerf Mega Blaster en het is waarschijnlijk ook wel het meest gehate Mega Blaster. Een van de meest gehate, wel ja. Dit is gigantisch. Het voelt heel erg comfortabel. Maar ja, dit kan je niet als een stalk. Dit voelt gewoon naar. Het heeft niet echt iets van sights of zo. Maar het ziet er wel awesome uit. Deze blaster... Echt gigantisch, joh. En ik kan er niet over ophouden. Maar voor de mensen in duidelijkheid is het groter dan de Road of Fury. Als je de Road of Fury hebt... Deze is twee keer zo groot. Nou, niet twee keer zo groot, maar... Hij is sowieso wel groter. Veel groter. Dat wel. Maar ik denk dat we hem gewoon moeten gaan laden en gaan schieten. Want deze blaas is gewoon awesome. Je doet natuurlijk de megadarts gewoon hier voor erin. Je hebt 10 megadarts gekregen, wat gewoon een mooi aantal is. Het is precies genoeg om de blaster te vullen. Top. Oké. Laten we maar gewoon gaan schieten. Even kijken of ik een beetje jullie kan neerzetten zo. Op de juiste manier kan neerzetten. Latsen, flatsen. Zo. Daar ging de camera bijna. Ik ga gewoon naar het doek schieten. En ja, ik ga single fire doen. En ik ga gewoon normaal double fire doen. En slam fire. Even kijken, we hebben 10 shots. We doen wel de laatste 2 shots. Doen we slam fire. We doen eerst double fire. 1 keer. En dan 2 keer doen we dat single fire. En dan slam fire. Dus let's go. Dat schiet dan wel heel erg hard. Met de darts klinkt het wel harder dan dat het gewoon zonder darts erin. Dus ja. Single fire.
Oké, ja. Slamfire. Yes, het heeft Slamfire. Het heeft Slamfire. Top, 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 top. Yes. Deze blaster is cool. Het heeft zoveel opties om te schieten. Je kan gewoon... je kan Slamfire doen, je kan Single Fire doen en je kan gewoon Double Fire doen. Het is awesome. Dit is een top shotgun. En het is heel makkelijk om Single Fire te doen. Ja, ik vond persoonlijk bij de Rough Cut vond ik het heel makkelijk om Single Fire te doen. Maar vele mensen vonden het niet comfortabel en niet fijn om Single Fire te doen bij de Rough Cut. Vanwege het feit dat de trigger... je moest de trigger best hard indrukken om Single Fire te doen. En dan schoten sommigen net iets te hard. Drukten ze die trigger in en dan schoten ze twee darts tegelijk. Ik had dat probleem niet echt. Bij mij ging alles goed. Maar het kan gewoon, ja. Misschien zit het in sommige rough cuts of zo dat ze wat moeilijker zijn. Maar dit is een awesome blaster. Hij is wel twee keer zo duur als de rough cut is. En ik zou ook denk ik wel eerder de rough cut aanraden dan deze. Vanwege het feit van prijs alleen. Vanwege de prijs. De rest is het gewoon... Deze blaster... Het komt met meer darts. Het schiet meer darts. Prime is smooth en comfortabeler ook. En ik denk dat deze range misschien wel beter is ook. Met deze blaster is echt awesome. Ik ga hier nog wel over mee spelen. Ik vind het echt een top blaster. Maar ja. Awesome blaster. Top. Ik raad hem zeker aan. En als je hem koopt, zou ik het via coolshop.nl doen. Staat in de beschrijving, links in de beschrijving naar de site. Meteen, dan word je meteen gelinkt naar de Nerf pagina van die site. En dan, ja. Daar kan je de Twinshock vinden voor ergens in de 50 euro. Wat gewoon de topprijs is voor de Twinshock op zich. Want vele sites, bijna alle sites die ik wel heb gezien, waar ik mijn Nerf spullen meestal haal, hebben hem allemaal boven de 60. Wat ik een veel te dure prijs vind voor de Twinshock. Maar ja. Dat was de Twinshock. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie gewoon weer later.